En wat ik weer vond of en wat ik met het goud wou gaan doen. Ongelooflijk. En je hebt een tekening ingestuurd, die staat hier. En daarvan hebben de mensen die er echt verstand van hebben, en dat is Matthijs, maar dat ben ik niet hoor. Die hebben gezegd, dit is eigenlijk heel goed bedacht. Jij hebt een plan bedacht om Griekenland, hè, dat land, uit de euro te krijgen en terug naar de drachme, wat ze vroeger hadden. Ja. Ja, hoe kwam je erop eigenlijk? Nou, ik keek eerst heel vaak het 8-uur-journaal. En toen dacht ik, waarom doen ze niet dat en dan dat en dan dat? Je vond eigenlijk dat ze... Je begreep niet waar ze het over hadden. Zo simpel was het. Ja. Ja. En even naar de vader, want die zit... U heeft al die Engelse pers te woord gestaan, hè? Ik heb ze allemaal te woord gestaan. Wie onder andere? De Times, Bloomberg News uit New York, Associated Press. De een naar de ander. En beide telefoons gingen. Het was waanzin. En hij kwam thuis van school en dan wou ik buiten spelen. Maar ja, mocht niet. Mocht niet, kon niet. Dat was, Wie, had u het ingestuurd? Heeft het zelf helemaal verzonnen. Het enige wat ik heb gedaan is in het Engels vertalen. Oké, laten we even kijken naar die Lord Wolfson, die er dus in Engeland mee begonnen. Daar is het hartstikke groot. Alle kranten hebben het erover. Ja. Een euroscepticus, hè, Matthijs, zoals dat heet. Hij ziet de Europa niet zo zitten. Hij probeert te saboteren. Hij vindt die euro helemaal niks. Maar goed, dit is de man die geld over heeft voor dit plan. It was Brussels that designed this insane monetary system that could never have worked in the first place. Long term, the euro cannot survive. If the euro collapses in a disorderly way, then what we will see is something infinitely worse than what we saw when Lehman's collapsed. Simon Wolfson, you've offered £250,000 to anyone who can come up with the answer to this question. I have. Ja, nou ja, die prijs heb je niet gekregen. Daar gaan een aantal top-economen voor strijden. 100 euro? Ja. Lekker toch? Ja. Wat ga je ervoor doen? Dat weet ik nog niet. Nee, lekker besparen misschien. Maar nu wil ik horen dat je... Kom eens naast je tekening staan. En wijs ons eens... Ja, leg hem eens uit. Kijk, dit is een Grieks mens. Die wisselt zijn euro's in van de drachme. Dit is het Griekse mens, ja? Ja, en die euro's gaan dan naar de regering. En die betaalt ze dan aan de bedrijven waar ze schuld aan hebben. Ja, nog één keer. Ik ben een beetje traag van begin. Dit is de Griekse mens. Hier doen ze de euro's in, krijgen de drachmes? De drachmes terug. Dan gaan daar alle euro's naartoe, gaan ze naar de regering. En die geven ze dan aan de bedrijven waar ze schuld aan hebben. Ja? Ja, ja, het klinkt heel simpel. Is het zo simpel, Matthijs? Ja. Leg het nog eens één keer uit. Onze econoom, maar dan moeilijk. Dat we het kunnen begrijpen. Nou, het begint al goed dat hoe die Griekse man zit te kijken. Hè? die Brit die denkt dat hij blij is dat hij draag terugkrijgt. Maar jij had geschreven, geloof ik, dat hij gedwongen moet worden om zijn euro's in te leveren, ja, toch? En doet het niet zelf zomaar. Hè? Doet hij niet vrijwillig? Alle Grieken moeten hun euro's inleveren. Ja, daar hebben we een speciale machine voor natuurlijk. Dat is deze machine, de exchange machine, de wisselmachine. Die wisselt ze om. Dan gaan de euro's, maar corrigeer me als ik het fout zeg, hè? Want het is jouw plan. Die gaan omhoog daar. Ja? Die worden dan in de pizza van de overheid gestopt. Hè, dat grote ronde ding daar. En de overheid die kan die euro's gebruiken om alle schulden af te lossen. En dan heeft de Griek heeft een waardeloze drachme. En wij hebben onze euro's terug. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld hoor. Ja, en wat is er zo ontzettend goed aan? Nou ja, dat ten eerste die Griek dat dus niet leuk vindt. Dus je moet hem altijd proberen te... Je zult hem altijd moeten dwingen om dat te doen. Veel van die eurocritici die hebben zoiets van... Nou, de Grieken gaan we van de euro verlossen. En dan zijn ze allemaal blij, want dan kunnen ze eindelijk een munt kunnen ze laten dalen in waarde. En dan kunnen ze weer exporteren en dan worden ze weer gelukkig. Nou, de Griek die weet wel dat als hij die drachme krijgt, dan heeft hij geen geld terug. En jij krijgt die geld niet terug. En we hebben laatst met Griekenland gezegd, de banken krijgen het niet helemaal terug. Nou ja, dat kan nog wel ietsje erg misschien. Is het goed dat zo'n jongen, want je was 10 toen je dit bedacht, inmiddels ben je 11, dat die kinderen al enig besef hebben van de crisis die zich elke dag aan ons openbaart? Dat is toch hartstikke knap? Nou, het moet natuurlijk niet je leven gaan beïnvloeden. Je moet vooral buiten spelen, denk ik, als kind. Maar het is wel interessant. We leven in heel interessante tijden. En ik denk als kinderen straks 20 zijn of 25 zijn, dan zullen ze nog in de boeken gaan lezen over die tijd van nu. Net als wij weten van de oliecrisis van vroeger, hè, dat staat je nog bij, rolschaatsen op de snelweg. Nou, dat was toen een hele heftig probleem, maar het is interessant om er wat over te leren. Maar Jurrie, je zei, ik zat naar het 8-uur-journaal te kijken en ik dacht, hoe kan ik de Grieken van de euro aflossen? Heb je ook gedacht aan een oplossing, hoe kunnen we met z'n allen de euro houden, ook de Grieken? Heb je daar toevallig ook nog die kant op gedacht? Of? Ja, als ze bijvoorbeeld weer dan weer, als ze daardoor weer weinig scholen hebben, kunnen ze misschien zelfs weer terug bij de euro. Ja. Ja. Maar dan moeten ze wel eerst laten zien dat ze alles hebben. Ja, sorry. Ja, ze mogen later weer terug.
Ja, jij kijkt dus al naar het 8-uur-journaal, want wij dachten, want we vinden het jeugdjournaal zo goed. Het jeugdjournaal, waar niet elke volwassene hier naar kijkt, maar dat doet dat perfect. Die legt uitstekend uit, vinden wij, en wij kijken er bijna elke dag naar, hoe ingewikkeld dit is. En wij dachten, dat is jouw inspiratiebron, maar dat was het niet. Maar laten we even kijken hoe het jeugdjournaal het oplost, de eurocrisis. Griekenland zit in grote problemen. De regering heeft jarenlang te veel geld uitgegeven en te veel geleend bij anderen. Als een bedrijf of een winkel failliet gaat, dan stopt het ermee. Maar bij een land kan dat natuurlijk niet. Al maanden zijn deskundigen aan het berekenen hoe het gaat met de Nederlandse economie. Er gaat nu dus meer geld uit dan er binnenkomt. Elke dag bijna 25 miljoen euro te veel. Er moet daarom bezuinigd worden. En daar had iedereen vandaag wel wat over te zeggen. Veel Grieken zijn boos om de geldzorgen. Iedereen laat zo zien dat ze niet nog meer bezuinigingen willen. En dat de regering met een andere oplossing moet komen. Maar ja, die is er waarschijnlijk niet. Nou ja, dat is dus maar de vraag met wie je praat. Wij praten met Jur en Jip en wel. Is dit ook een aanmoedigingsprijs? Heb je nu de smaak te pakken? Ga je de grote problemen nu eens eventjes te lijf als 11-jarige? Dat denk ik ook wel niet, maar ik ga het misschien wel proberen. En hoe werd er op school gereageerd? Was het taart? Nee, de meesten weten nog niet op school. Dus morgen kom je in triomfboog kom je binnen, of niet? Ja. Is dit een jongen die altijd al aan zijn spaarpotje denkt? Nee, dat valt wel mee. Het is gewoon een jongen die het liefst buiten speelt en op school ook gewoon heel gemiddeld is. Maar ja, hier maakt ze echt zorgen om. En ben je nou blij dat je 100 euro hebt gekregen of had je liever pond of drachmes gekregen? Ik had liever euro's. Ja. Dat dan weer wel, hè? Hé, hey, zet hem op, hè? Leuk dat je hier geniet ervan. Morgen is het feest op school. Ja. En neem die tekening mee. Okay? Dank voor je komst. Dankjewel, Matthijs. Straks Sonja Barend en Koen van Braak over de documentaire over Sonja Barend. Vragen zonder